iedereen, welkom. Ik ben Veerle en vandaag gaan we weer wat lekkers koken. En dat is een gerecht wat ik al super lang maak. En ik denk dat het ook ongeveer mijn eerste veganistische gerecht was, wat ik ooit heb geprobeerd. En dat is een beef wellington. Maar in plaats van beef doen we natuurlijk iets anders. En dat zijn linzen. Linzen zijn echt super chill om te gebruiken in plaats van gehakt. En zijn een hele goede vleesvervanger. Er zit ook heel veel eiwit in. En heel veel vezels. En dat is onwijs chill. In vlees zit helemaal niet veel vezels trouwens. Dus krijg je nog iets extra's erbij. Yay! Oké. Ja, laten we beginnen. Oké, we beginnen als eerst met de cranberry compot. Want die gaan we gebruiken voor de lentil wellington. En daarvoor hebben we nodig cranberries, rietsuiker, sinaasappelsap, rasp van de sinaasappel en kaneel. De compot ziet er nu zo uit. En dat is de consistentie dat het moet hebben. Als je nu het vuur uitzet, dan wordt hij vanzelf dikker en dan wordt het meer dus een compot. Dus nu lijkt het nog heel vloeibaar, maar het wordt dus dikker. Onder water gezet, dus het is gaan weken, dus het is nu heel dik geworden, een soort van putje geworden. Dit gooien we er doorheen en wat tomatenpuree en dat bakken we nog even verder. Nu doen we het vuur uit, want alles is gaar en mooi doorgekookt zoals je ziet. Wat we er nu nog in gaan doen is edelgistvlokken en om de vulling een beetje droog te krijgen doen we er ook nog paneermeel in of broodkruimels, wat je zelf liever hebt. Het is echt heel lekker. Ja? Ja. It's good shit. It is very good shit. En wat ik dus even wilde zeggen, want dat heb ik zelf niet gedaan. Wat nog chiller is, is dus als je de bodem, dat je die eerst even blind bakt met erwten of met bonen. Droge bonen. Zodat de onderkant al gaar is en als je dan de vulling erin doet, dan kan je daarna dit geval er heel makkelijk uit krijgen. Dat kan nu niet zo heel erg goed. Dus ja, tip. Tip van mij. Blind bakken. Blind bakken. Als je niet weet wat het is, zoek het op. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dat jullie ook binnenkort dit recept maken, want het is echt super lekker. En ik gun iedereen deze enorme lekkere smaaksensatie. Maar in ieder geval, ik vond het heel gezellig. Ik hoop jullie ook. En ik zie jullie de volgende keer weer. Hou me in de gaten op dit YouTube kanaal. En tot de volgende keer!